Gelukskerk in Woerden, waar wij met Van Varkhorst Excelsior een nieuwjaarsconcert gegeven. Traditioneel hebben wij dat de laatste jaar kunnen doen. Afgelopen 2 jaar niet, want toen hadden we helaas te maken met een hele nare ziekte. Maar gelukkig zijn we daar volgens mij weer redelijk overheen met z'n allen. En kunnen we dit weer doen. Het plein 7 waar wij normaal het concert gaven, die zat helaas vol vandaag. Dus we zijn er uitgeweken naar deze kerk. En dat vinden we altijd wel een mooie akoestiek. We hebben hier 10 jaar geleden ook een mooi concert gegeven. Het bestond bij 110 jaar. En als je dat doorrekent, dan zijn we nu weer 120 jaar begonnen. Als Excelsior opricht in 1903, dus ook heel tijd geleden. We zijn gestart met het mooie werk Happy New Year, ooit geschreven door ABBA in 1980. En was toen nog een bescheiden hitje, maar is de laatste jaren natuurlijk heel vaak gecoverd en allerlei varianten voorbij gekomen. Speciaal voor u nog een boodschap voor het nieuwjaar 2023. Hopelijk allemaal in goede gezondheid en dat we elkaar nog lang mogen treffen. Zo. We gaan verder met het volgende plaatje achter mij, Ros Roy. En dat, dat gebouw achter de stad, daar gaat het namelijk over. Het is een oud monumentale villa. Die werd in, trouwens in Australië zit. En die werd opgericht als een Sint-Pieters Lutheran College. In opdracht van de Sint-Pieters Wind Symphony uit Brisbane. En daar werd een school met een onderwijs gegeven. En Jacob de Haan die heeft het een mooi arrangement van gemaakt in een aantal delen. En dat heeft in 1997 uitgevoerd. En vanavond doen wij dat met Excelsior hier in deze prachtige kerk. Onder leiding van Hans van Hees, Ros Roy. Thank you.
naar dit mooie werk Rosrooi. Heel even anders. Je ziet hier al de titel verschijnen. Nocturne. En Nocturne, dat heeft iets met donkere te maken, de nacht. En ja, er is een stuk geschreven door een tweetal wat naar boven genoemd staat. Meneer Hofland en meneer Skavlan van Secret Garden. En ook dit nummer is ook in de pop wel een paar keer voorbij gekomen. Maar dit is een mooi arrangement van de Ron Zeebrechts. En ja, ik denk Ron Zeebrechts, dat is ook weer vandaan. Nou, dat is ook een soort synoniem van meneer de Haan, die net ook voorbij horen komen met het nummer Rosrooi. Jacques Montaan, die gebruikt gewoon ook om een ander stuk te schrijven onder een andere naam. Anders wordt het misschien bij je tonen, ik weet het niet. Maar het voorwerkje is heel mooi en het geeft dan wat rust. Het doet denken inderdaad aan de nacht Nocturne.
Na dokter gaan wij verder met een wat populaire werkje. U ziet haar al in beeld. Bekende verschijning op tv. Adele heeft inmiddels al heel wat platen verkocht. Op jonge leeftijd al, want ze is nog niet echt zo heel oud. Maar ze is al heel goed begonnen. Want het nummer dat wij nu voor u gaan spelen, Hello, dat is van haar derde album. En dat album was getiteld 25. En dat was, toen was het dat met 25 jaar, dat ze dus al in de album. Nou, bekend werk en we gaan het voor u spelen. Hello. Thank you.
Het volgende werk na Hello, dat zijn wel de woorden. U ziet het hier al. De lichte cavalerie, zegt er. Heel oud gedateerd stuk, al uit de midden jaren 1845 voor mij al geschreven. Frans van Soupé, een van zijn bekendste stukken, denk ik, is een operette. Ooit voor als operette geschreven en staan er een aantal delen. En later is dit door Willem Meijs uitgearrangeerd, zeg maar, voor fanfareorkest genomen. Het prachtige lichte cavalerie. Thank you.
Hartelijk dank, dames en heren, voor het vakoplaus. En we zitten met een mooi stukje. En we hebben het er warm voor gekregen. Best wel hartstikke goed. Het volgende is even een internetshowtje. En dat vonden wij toch wel leuk om het even mee te nemen hier vandaag. Dat wij daar recentelijk mee te maken hebben gehad. Als onderdeel van een van de genomineerden voor de Cultuurprijs van Doelen 2020 of 2022. Want ook dat was 2 jaar natuurlijk niet mogelijk. Vanwege helaas veel ziekte. Maar daar is een heel leuk promotiefilmpje voor gemaakt. Wij als een van de genomineerden konden insturen. En dat vonden wij toch wel leuk om dat ook in te delen. Zodat het ook weer eens voor een groot publiek wordt vertoond. Het duurt ongeveer 5 minuten, dus we gaan nu zo even meeluisteren. Ik kan verder nog vertellen dat er staat hier gewoon heel veel te filmen en te fotograferen. Hans Pieters, en Hans die is wel in Doelen vrij goed bekend, denk ik. Hans maakt ook heel mooie opnames. En heb je nu mensen in hun kring of kennissen die zeggen van joh, ik had er ook al bij willen zijn, maar het lukt niet vandaag. Het wordt op YouTube over een paar dagen sowieso beschikbaar gesteld, dus dan kunnen mensen altijd nog even terugkijken. Hans, alvast ontzettend dank weer voor al je werk en inspanningen. Maar ik weet niet hoe leuk het te doen. Dus er zijn nog nieuwe speeltjes gekregen om uit te proberen vandaag. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. We gaan kijken naar het filmpje Cultuuruitreiking 2022. Dank u wel, dames en heren. Ja, dat vind ik toch ook vanzelf wel heel mooi om daar onderdeel van te zijn. Zo'n filmpje maken. Ja, dat is best wel een heel ding, maar tegenwoordig met alle moderne apparatuur en slimme mensen kun je heel veel bereiken zien. Maar zo'n filmpje mag dan 5 minuten duren en wordt er heel veel ingepakt. Dan zie je wat zo'n club dan toch in een jaar allemaal doet met elkaar. En gelukkig komt het allemaal weer dit jaar, of afgelopen. Dat is heel fijn. Want we hopen dat we voorlopig weer verschoten blijven en weer van die IA te krijgen. Inderdaad, voor onze hobby. Voor de pauze spelen wij nog één mooie mars. En daarna wil Harry nog iets melden voordat we gaan pauzeren. Maar we gaan nog eventjes een mooie afsluiting doen voor de pauze. De verzetmars, Koningmars van Piet Gerrits.
Wow. Jullie horen net al even zeggen van nou, ideeën hebben we zet bij Excelsior. En die, een van die ideeën wil ik nu even aankondigen. Is ook in het kader van de 120 jaar bestaan van Excelsior. Maar ook in verband met een actie die Rob en ik voor het inloophuis levende kanker. Rob heeft een paar jaar geleden al een enorme fietstocht gemaakt naar Noordkamp. En heel veel geld opgehaald voor het inloophuis. Rob heeft een nieuwe actie bedacht. Hij heeft, degenen die op het concert geweest zijn, hebben al gezien wat hij gaat doen eigenlijk. Hij gaat met een tractor en een kar met kazen door Nederland reizen en alle burgemeesters van Nederland een kaas kopen. En die actie die willen wij nog extra aandacht geven door een ludieke act te organiseren. Want Rob vertrekt op 6 mei. En we hadden al afgesproken met ons fondskoor, we hadden een heel mooi lied daarvoor geschreven, namelijk het Gouden Kazenlied. En daar hebben we al een paar keer jouw actie mee aangekondigd op verschillende concerten. Maar als Rob gaat vertrekken voor 5 maanden door heel Nederland heen, moet dat natuurlijk extra en liefst landelijke aandacht krijgen. Des te meer kazen kan hij verkopen. Nou, met ons eigen moeders fondskoor gaan we dat sowieso doen. Maar de extra unieke actie die we gaan doen is dat we met alle koren uit Woerden een soort van een flashmob gaan doen. Dus ze mogen allemaal van die meekomen zingen. Daarvoor is begin van de week al een brief uitgestuurd naar alle Woerdense koren. Mochten hier nou mensen in de zaal zitten die zeggen, ja, mijn koor heeft er helemaal niks van gehoord. Kom dan alsjeblieft even zo meteen in de pauze naar op toe. Schrijf je in. En je krijgt natuurlijk allemaal materiaal thuisgestuurd om je goed voor te bereiden. Dat we dat doen, dat doen we goed. Maar op 6 mei gaat dus, jij gaat vertrekken, dus morgens ergens tussen 11:30 en 12:00. Ja. Maar ook mensen die niet bij een koor zitten, die toch individueel willen meezingen, meld ze bij mij en ik schrijf ze voor bij een koor. Precies, dus het was bij het Korenfestival afgelopen jaar en daar is eigenlijk het idee ontstaan, want het is zo leuk om met elkaar te zingen. We hebben dat zelf ook ervaren bij ons concert, hoe enorm mooi dat is dat ze, als een groot koor meezingt. U hoort hoeveel kabaal wij zelf maken, dus daar heb je een flink koor voor nodig om daar overheen te komen. Dus met zo'n koor van, en ik heb al steeds het al gezegd, en we bestaan 120 jaar, dus we moeten minimaal 120 zangers extra hebben. Maar mogen er ook vanaf 100 worden? Zeker 1000. Oké, dus help ons om hier een hele mooie ludieke actie van te maken. Het inloophuis is daarbij betrokken, die regelt alle inschrijvingen, dus daar komt ook de brief vandaan. Dus we hebben alle informatie, kom in de pauze even naar ons toe als je daar vragen mee wilt doen en er niets van gehoord had. En verder wens ik jullie allemaal een hele fijne pauze en tot na de pauze. Mocht je zelf ook een zingen en je denkt, joh, mijn zus of mijn tante of roep iedereen op verjaardagsfeestjes bij elkaar, zal er dat zijn aanbieden. Ja, iedereen kan er gewoon mee komen zeggen, dus. Goed, nog vragen? Kom maar, je komt in de pauze naar ons toe, dat horen. Nou, dames en heren, hartstikke fijn dat wij hier als jeugd, als handel, vandaag mogen spelen. Ik zal je zelf voorstellen, die wij hebben op het podium. En dat is op Bugel Sander. Op trompet Simon, op tweede trompet Dijs. En normaal gesproken hebben we ook nog twee andere leerlingen. Joas is normaal gesproken ook in het grote orkest. En Kevin. Helaas konden die allebei niet. Maar we hebben twee geweldige invallers. Dat is Jaap, Hoorn en Bariton. Ik zal je kort vertellen wat we gaan spelen. We doen 3 kleine stukjes. 2 chorales, dus choraal 1 en choraal 2. Chorales zijn eigenlijk hele mooie stukjes voor koperinstrumenten. Want er zijn hele mooie harmonieën. Klinkt allemaal prachtig, vooral met deze groep, dus ik ben heel benieuwd als jullie daarvan gaan vinden. En dan gaan we over naar iets feestelijkers, wat natuurlijk een nieuwjaarsconcert is, en dat is de Trumpet Tune van Purcell. Nou, die is natuurlijk geschreven voor trompetten, maar in dit geval gearrangeerd voor dit mooie ensemble. Dus veel luisterplezier en hartstikke bedankt dat we vandaag hier mogen spelen. Thank you.
En van nu door naar het orkest.
het mooie warme applaus. Puntje Mars is ook wel een gedateerde mars, geschreven door William Drake Rimmer. In 1862 is de man geboren. Al een heel tijdje geleden overleden, maar hij schreef deze prachtige mars. Hij heeft trouwens nog een paar heerlijke andere mars ook geschreven. Maar dat was nog steeds een mooi nummer voor ons om te spelen. Dus wij openen nog graag het tweede gedeelte met een mooi stuk. Toch wil ik nog even een extra applausje nog voor het jeugdensemble van de Leven van Kloppermeel. Ze zijn er dus al een klein beetje voor. Kijk, in de spiegel en dingen, we zullen het eens in jouw mannen. Ja, het wordt er nog bij gelukkig dat het gewoon allemaal doorgaat. We gaan verder met Backdraft. U herkent daar al een brandweerman in. Misschien heeft u de film gezien, 1991 kwam die uit. Het ging over brandweerlieden in Chicago. Er zat natuurlijk een heel verhaal in bij een van die brandweerlieden. Die stak al een keer de boel in de fik en dat ging al natuurlijk hier naar mis. Overleden van brandweer, maar die meneer Zimmer, die heeft zich wat geïnspireerd door deze lui om daar een mooi stuk van te schrijven. En hij heeft daar met name dan ook een instrumentaal orkest voor gebruikt om daar een mooie soundtrack voor te maken. En wij gaan nu voor u spelen, Backdraft.
Het volgende werk kunt u zien op het mooie scherm hier. Trouwens, ik wil nog even bedanken voor onze zonde. Want die heeft deze mooie PowerPoint voor elkaar gemaakt. Ik vind het gewoon een applausje waard dat hij als jeugdlid ook Ik vond het helemaal bij ontzettend natuurlijk bij het presenteren van zo'n middag. Want het moet er allemaal even tussendoor al gebeuren. Maar goed, het voorwerk, Lorrie. Wie weet, nog 10, 11 jaar geleden het Songfestival. Toen kwam deze dame daar in één keer voorbij. Flitsen met een prachtig werk, Euphoria. En zij won toen ook voor mij het Songfestival in 2012. En daarna wordt er natuurlijk allerlei arrangementen worden geschreven door allerlei bekende arrangeurs. Jan van Krijenhoek heeft dit werkje voor ons gearrangeerd en wij gaan het vanmiddag voor u spelen. Euphoria. Ja, nu we toch een beetje meer in de popwereld zitten, Euphoria 2012, gaan we toch even wat verder terug in de tijd. Dan komen we uit in de jaren, begin jaren 80, waarbij de band Toto een
beetje de wereld veranderen. Op dat moment heel populair. Zijn we in korte tijd een ontzettend aantal mooie hits. En daar is door Klaas van der Woude een prachtig stuk voor geschreven. Waarin vervolgens de rekken Afrika, Rosanna en Stop Loving You voorbij gekomen. Onder de titel Toto, Toto.
Ja, nou dit lekker poppie werken van Toto. Gaan we weer even toch weer terug naar weer wat nog klein is. En een heel bekend titeltje denk ik. Het is ook heel toevallig weer geschreven door, en er staat hier George Grosvenor en Westlife, die hebben het onder andere uitgevoerd. Maar het stuk is geschreven in 2002 door Noors-Ierse duo Secret Garden. En dan komt die Dekselse meneer Rolf Hofland, die komt daar weer voorbij. En die hebben we al eerder vandaag gezien. Misschien het opletten en kijken dat we onthouden, maar het nummer Nocturne, dat we gespeeld Nocturne, dat we gespeeld hebben, dat is ook van diezelfde schrijver. Dus die man is dus al actief geweest. En dat werd in 2002 werd het, uitgezonden met een klein hitje in Engeland. Maar het werd echt pas bekend toen onder andere Westlife en de band jonge gasten die waren heel populair. Ja, zo'n nummer komt dan in één keer voorbij en wordt ook in één keer een wereldhit. En er wordt natuurlijk ook weer een stuk georganiseerd voor een vervaarorkest. Arrangement van Frank Bernaerts en hier zit een mooie tenorsolo in, gespeeld door Ernst Krieger, You Raise Me Up.
Ja, toch een speciaal applausje voor onze zoiets en Spiegel. En wil ik dat ook nog even voor onze videoclip van de Stichtplein van de muziek. Ik ga gewoon even een stukje spelen. Hartstikke goed gedaan. Dat was mooi. You Raise Me Up. Ja, vroeg titel. Prachtig om dit in deze entourage gewoon te spelen. In deze prachtige kerk. En ja, dat doen we graag. Ja, dan gaan we heel wat anders doen. Want we gaan even in ons begrip hebben de Kletsbert muziek van Philip Spark. En ik weet dat dat ontstond in de Shetty, dat is een dorp in de ghetto's van Oost-Europa. En rondtrekken de Joodse troubadours, die maakten met elkaar gewoon heel veel muziek. En ja, dan is op een gegeven moment een aantal dansen worden dan bij elkaar gevoegd. En dan hebben ze hun eigen festival. En in dit werk worden ook een drietal van die dansen worden vertegenwoordigd en vertoond. En dat begint dan met een chozong. Mazeltof, Boerenkool, ja, het staat allemaal in de tekst. Dat begint het mee, maar u gaat er ongetwijfeld wat van vinden. En dan ergens verderop, dan wordt het een vrijdek, een Joodse kickdans. En dan de slotstuk, dat is de Schenelle, letterlijk vertaald naar de kleine schaardans. En dat is een Duitse herdersdans. En u gaat wel merken dat het allemaal wat lekker wat vlotter en sprankelijker en sprankelijk gaat worden. Gaat het kerst in ieder geval meenemen. Laat we inspireren door het kletsen. Carnival onder leiding van Hans van Heijsbed van Varkens Excelsior. Thank you.
hartelijk dank, dames en heren, voor die mooie applaus. Ja, we vonden het wel een mooie afsluiter van deze middag. Maar toch een beetje tussen de kamer heen, dus een beetje warmte erbij, kan ik kwaad. Prachtig werk, Lesbeth, kan ik niet van. Ja, dat doet mij wel toekomen aan het toch wel laatste werk van vandaag. En dat gaan we zo traditioneel afsluiten. Als eerst nog een klein dankwoordje aan sowieso mevrouw Van Tol, achterin, Jolanda. Ontzettend bedankt voor de gastvrijheid vanmiddag en de warme bediening en verzorging. En we drinken zo nog wat een drankje en met elkaar. Maar in ieder geval wel fijn dat we hier terecht komen vanmiddag en dat we met elkaar een mooie zaterdagmiddag hebben kunnen vullen in deze koude weken. En dat we maar weer veel warmte en muziek met elkaar kunnen delen het komende jaar. Onwijs bedankt ook Hans van Hees natuurlijk voor het weer prepareren van het orkest. Hoe zou het kort? Want we hadden natuurlijk een kerstconcert en daarna moesten we weer andere stukken op de regio. Maar dat is toch denk ik redelijk gelukt. Af en toe is het wel een haartje en een snaartje. We zijn dus ook allemaal amateurs die heel veel liefde en energie stoppen in ons werk om er een concert voor u van te maken. En dat hebben we denk ik wel weer met elkaar gedaan. Ik vond het in ieder geval wel een eer om dat weer mooi te mogen presenteren. En als voorzitter ben ik ontzettend trots dat wij dit nog steeds kunnen en mogen doen. En hopelijk nog verder jaren met elkaar. Volledig vergeten, wij hebben daar een tafeltje neergezet met een pet erop. Ja, het is een vrij concept, we vragen geen toegang. Maar om ons een beetje te helpen met de kosten, vinden wij het altijd fijn om misschien een gulden gifting te ontvangen. Bijvoorbeeld een klein centje. Dus als u daar bij afloop nog wat over heeft, en zou het willen doneren voor ons geluk, dan kunnen wij Jolanda ook weer betalen. Goed, ik wens u een hele fijn weekend verder. En we gaan natuurlijk traditioneel besluiten. Zoals we dat op het nieuwjaarsconcert gebeurt bij een laar door de Wiener Philharmoniker. Met een prachtige Radetzky-mars van Johan Strauss, de vader. En dit is een arrangement van Gerard Weinkopf, die dat ooit voor de Engelse blaarmuziek heeft geschreven. Voor een kennis mooi zou zijn. Engelse muzikant, maar wij doen het middag. Op zijn Excelsior, die Radetzky-mars.